Wat is eigenlijk een staat? Wat zijn de opdrachten, de taken van een staat? Wat willen wij van een staat? En ook, wat is een identiteit? Wat is een Nederlandse identiteit? Wat is een Belgische identiteit? Wat betekent dat alles eigenlijk in Europa? Een tijdje geleden kwam een maker die al langer in Huis aan de Werf werkt naar mij toe, Floris van Delft, met een idee een nieuwe staat op te richten. En dat gaat nu in première hier in Festival aan de Werf. Het heet Dat Staat. En wat hij doet is in 6 dagen een nieuwe staat oprichten. En hij begint met een witte veld. Hij begint niet met Nederland of een ander land, maar echt met helemaal niets. Met een gebouw. Dat gebouw staat op het grasveld voor de Schouwburg. En het publiek wat komt, is eigenlijk de bevolking van deze nieuwe staat. Maar dan moeten ze bedenken, wat willen we eigenlijk? Het is een soort dialoogtheater. Dat betekent het publiek praat mee. Mogen mee bepalen, wat willen we eigenlijk van een nieuwe staat? De eerste avond gaat dan dus over politieke systemen. En elke avond heeft een ander onderwerp. Het gaat over onderwijs, over zorg, over defensie. Dus alle grote belangrijke thema's. Na 6 dagen moet er eigenlijk een nieuwe staat zijn. Met een systeem, met een bevolking. Ik hoop met een volkslied, met een vlag. Ja, dan kijken we eigenlijk, wat willen we van de staat? Misschien kunnen we iets leren wat wij eigenlijk van onze staten willen of van Nederland willen. Een staat staat natuurlijk niet los van de andere landen. Er zijn nog andere makers gekomen met ideeën die heel fijn aansluiten aan de productie van Floris van Delft. Dus bijvoorbeeld Sanja Mitrovic heeft een nieuwe productie even gedaan, een co-productie van ons. Die heet Crash Course Chitchat. En Sanja heeft 5 performers uitgenodigd uit 5 verschillende Europese landen. Dat is Nederland natuurlijk, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Eigenlijk moet Italië bij zijn als een kernland, maar zij kwam een beetje te laat. Luxemburg moet eigenlijk bij zijn, maar ze zeggen dat is misschien meer een bank dan een staat. En Engeland is eigenlijk heel mooi omdat ze altijd niet willen meedoen om dan toch bij zijn. En deze performers beginnen eigenlijk met hun eigen verhalen, met hun eigen ervaringen, met hun eigen ideeën, clichés, vooroordelen over de andere staten. En dan wordt een mooi spel met vooroordelen, clichés, vieze grapjes. En wat ook verrassend is, Sanne heeft een echt toneelvoorstelling gemaakt. Het is bijna minder een performance en echt meer een toneelvoorstelling. Maar je kan echt iets, of een heel entertaining manier iets zien wat eigenlijk nationalistische gedachten zijn. En wat is dat in Europa en waarom gaat dat zo vaak mis eigenlijk in Europa? Dan kwam nog Veenfabriek met Erik de Vroet, een regisseur die een erg politiek insteek heeft. En zij doen een voorstelling die heet Ik wil mijn geld terug. En het geld, omdat het gaat, is natuurlijk het belastingsgeld. Omdat zoveel mensen zeggen, dat mag je niet doen met mijn belastingsgeld. Maar natuurlijk, als het belasting betaalt, is het niet meer jouw geld. Dan hoort het de staat. Of ons allen dan. En ze doen een voorstelling in een bus. In de bus heb je een radioshow. Het is een actiebus op die staat, ik wil mijn geld terug. Ze doen 4 voorstellingen per avond. Bij de laatste voorstelling, er rijdt de bus door de stad. Het is een soort publiek demonstratie misschien, kan je dat noemen. Het gaat in première hier, dus ik weet ook nog niet hoe het uitziet. Maar ik geloof het wordt een heel interessante voorstelling worden. Met een mooie titel, ik wil mijn geld terug. Bij dit thema hebben we nog 2 eigen producties gedaan. Die komen uit een competitie van vorig jaar. De competitie heet De Stand van het Land. We willen ook makers stimuleren na te denken over de stand van het land. En de competitie hadden 2 winnaars. De ene is Julian Hetzel. Heel jonge maker. Studeert op Dasarts in Amsterdam. En hij heeft een scanner geplaatst in verschillende ruimtes, in een winkelcentrum, in een bibliotheek. En hij heeft eigenlijk beelden gezameld over de stand van het land. En deze scans worden onderdeel van de voorstelling. En daar heeft 5 performers, gewone mensen, van 10 tot 86. En zij vertellen hun verhalen. En dan krijgen een heel fragiel, tender portret van mensen uit Nederland. De tweede productie van Rode de Groot en Aukje Dekker.
met de titel Un Animisme. Hij heeft ook het materiaal gezocht buiten. Zij waren 2 weken aan het wandelen van Rotterdam en Amsterdam door heel Nederland. Zo, in het wel. Zijn ze gewandeld naar Utrecht en hebben hun materiaal gezameld. Ze zijn nu nog aan het repeteren. Maar ze komen in première dan. En dat is een soort portret over de stand van het land.